Een hele goede morgen. Ik start mijn dag vandaag met een gembershotje. En dit is mijn ontbijt vandaag. Zo, en een lekker eitje. Tomaten komen erbij. Ik maak me even nog een theetje. Heerlijk. Hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Waarschijnlijk hebben jullie een paar shotjes gezien van mijn ontbijt. En dat was het ook, want ik ben daarna meteen gaan douchen. Ik moest me even ontharen, want ik heb straks dus een laserafspraak. Alleen, het gekke daaraan is dat ik eigenlijk helemaal niks mag ontharen, omdat ik in de zon ben geweest. Alleen mijn bikinilijn, dus dat is dus wat ik vandaag ga doen. En Nesim kijkt me nu heel gek aan. Iets heel makkelijks aangedaan. Ik heb gewoon even een jurk aangedaan. Als ik ga lezen, dan vind ik het echt heel erg chill als ik een jurk aan heb. Of ik geen broek aan en uit te doen. En ik heb gewoon even een blouse overheen gedaan. Nesim gaat nu editen. Ik ga snel naar dermakliniek. Hé, hey, Ika. Hoe mooi het af? Het is net zo met zijn vrienden als een kast met papa kijken. We hebben de telefoon. Het is important, of niet? Sí, está muy genial. Hallo, ik ben nu onderweg naar een dermakliniek. Ik ben even langs de McDonald's geweest om een cappuccino te halen. Had ik even zin in. Ik zet de camera even hier neer. Dan is het iets veiliger en dan kan ik gewoon even op mijn gemak iets vertellen. Ik ben langs McDonald's geweest om een cappuccino te halen. Toen heb ik dus daarna heb ik YSL vestiging in Rotterdam even gebeld vanwege de tas die ik heb gekocht. Ik had namelijk een comment gekregen van een volger van, nou, het is niet echt normaal dat je geen doos eigenlijk bij je tas krijgt. Want ik had begrepen van de medewerker dat ik dus geen doos bij mijn tas krijg, omdat YSL dus nu meer rekening houdt met het milieu of zo, zoiets. Ik heb een comment gekregen met van, je kan beter even naar het hoofdkantoor bellen van YSL, want eigenlijk moet je bij elke tas gewoon standaard een doos krijgen. En als ze het er niet bij geven, is het een beetje raar en kan het voor andere doeleinden worden gebruikt. Nou wil ik niet zeggen dat de medewerker het voor andere doeleinden gebruikt, maar ik heb gisteren naar het hoofdkantoor gebeld. En die heeft dus aangegeven dat het niet normaal is dat je bij een tas, bij aankoop van een tas bij YSL, geen doos bij krijgt. Dus je hoort altijd wel een doos erbij te krijgen. En dat als vestiging Rotterdam mij weigert een doos te geven, dat ik best naar Amsterdam mag rijden. Want daar zouden ze me gewoon een doos geven als ik mijn bon niet zie. Dus dat is toch raar. Maar ja, ik kom uit Rotterdam. Ik ga toch niet helemaal naar Amsterdam rijden voor een doos die ik sowieso bij aankoop hoorde te krijgen. Ik vond het echt raar, dus ik heb gewoon die verkoopster gebeld, want ik had haar nummer gekregen. Maar uiteindelijk kon ze niks anders dan mij een doos aanbieden. En die ga ik dus na mijn afspraak met dermakliniek ophalen. Ik ga nu naar dermakliniek. Ik ga mezelf lekker ontharen. Gewoon lekker haarloos door het leven. Maakt me ook wat gelukkiger. Jongens, ik ben met dermakliniek. Zoals ik al zei, ja, het is best wel zonnig geweest, dus ik mag eigenlijk mijn lichaam niet meer lezen. Dus we gaan alleen maar bikinilijnen. Eigenlijk hele schaamstreek doe ik nu. En ik ben er echt zo blij mee. Ik heb het denk ik nu al 4 keer gedaan. Ik wil niet te veel in details treden, maar het gaat heel goed. De deur is niet normaal. Ik krijg de parkeergarage in bij de Bijenkorf. Helemaal vergeten dat het zaterdag was. En ik ben nu op de 5e verdieping en zit nog steeds helemaal vol. Shit. Verdieping 7. Plek gevonden, guys. Nou, kijk eens wie er een doos heeft gefixt. Lijkt alsof ik een nieuwe tas heb gekocht, joh. Waarom gaat deze naar beneden? Ik heb nu echt gebruik, trouwens. Ik ga even Nesim bellen wanneer hij vertrekt. Want als het goed is, moet hij zo met een uurtje al weg. En dan ben ik weer vandaag alleen. Misschien kunnen we nog samen eten. Jongens, ik ben net thuis. En Nesim is er nog. Waarom ben je weggegaan? Is inmiddels al weg, dus we hebben niet samen gegeten. Ik ben nu bezig met de keuken schoonmaken. Daarna ga ik even lekker iets lekkers voor mezelf maken. Ik heb echt heel veel zin in gehaktballen. Met heel veel groente gewoon. Zo, ik heb lekker de gehakt gekruid. Ik ga nu gehaktballen maken. Ik ga even kijken welke groente ik erbij ga maken. Ik heb hier de gehaktballen gemaakt. Ik kijk ondertussen naar een vlog van Asia. Asia. Ik ga even nog uitjes snijden en champignonjes. Nog steeds naar Asia aan het kijken. Ik heb inmiddels uitjes gesneden, champignons en spijzenbonen. Zo, lekker gehaktballen met uitjes en champignons. Heel leuk.
En ik ben sperziebonen aan het koken apart. Dat is echt een van mijn favoriete groenten. Ik heb dus laatst voor het eerst weer een lange tijd bieten gehaald, rode bieten. En ik ben hier eigenlijk heel erg gek op, maar alleen als ik ze zelf kook. En deze zijn voorverpakt. Maar ik ga deze dus even verwerken in een salade en ik hoop dat het echt lekker lukt. De rode bieten zijn gesneden. Ik doe erbij spitskool en een beetje peterselie. Dan heb je dit. Dus ook gisteren een krap sla gekocht. En dat koop ik echt bijna nooit meer, want ik altijd een beetje gesneden sla koop. Maar hier doe ik gewoon wat langer mee. Zo, rode ui gesneden. Die gaat erop. Eigenlijk wil ik hier nog geitenkaas doorheen doen, maar dat kan niet, want die heb ik niet thuis. Maar ik had dus laatst dit gekocht, rode biet met geitenkaas. En ik ga proberen hier een dressing van te maken met citroen, olijfolie, zout, peper. Even kijken hoe het wordt. Zo, peterselie erbij. Zo. Ik ben echt zo benieuwd. Jongens, dit was de beste idee ever. Dit ziet er zo lekker uit. Ik ga hier echt zo van genieten. Oh my god, mijn leven is op dit moment gewoon echt perfect. Het is gewoon echt mijn lievelingseten. Een stukje vlees en heel veel groenten. Jongens, na het eten heb ik een uurtje gedanst. Denkende dat ik Saria Sawas was en concerten gaf in Dubai en Kuwait en zo. Fucking verschut. Ik heb me doodgezweet. Ik heb tenminste wel gesport vandaag. Ik ga even iets anders aantrekken. Oeh. Het is een paar uur verder. Nessim is inmiddels al lang thuis. En toen hij terugkwam, ze hebben even naar de nachtwinkel gereden. Waarom lachen? Daar heb ik snacks gehaald, maar wel snacks die binnen mijn dieet passen. Kijk. We hebben heel veel zonnepit gegeten. Dat is wel een beetje overdreven. Je hebt meer dan mij gegeten. Dat is alleen voor jou, hè? Dat is voor mij. En Nessim kijkt La Casa de Papel. Ik vind het niet zo'n heel leuke serie. Maar iedereen vindt het blijkbaar een geweldige serie. Ik vind het gewoon niet zo boeiend. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ben nu in Amersfoort, station Amersfoort. Ik ga even mijn vriendin ophalen die vandaag naar mij toe komt. Het wordt vandaag echt super warm. Ik denk echt gewoon zo'n 35 graden of zo. Niet normaal. En we horen graag even samen naar het strand. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb even snel wat aangedaan en even mijn haar niet gefixt en gewoon even gereden, want ik moest even een uurtje rijden om haar op te halen. Maar ik werd vandaag dus gewoon weer wakker met ontstoken ogen en ik word er een beetje ziek van, want ik dacht eerst dat het aan mijn wimpers lag en nu weet ik dus niet meer waar het aan ligt, want echt, ik heb gewoon echt last van mijn ogen. Ik rijd trouwens in Nessim's auto en ik deed net dit en kijk wat ik zag. Echt super cute. Trouwens, een foto van ons. Niet alleen van mij. Ik was dus vergeten dat Nessim geen oplader heeft voor zijn auto. En nu zit ik hier dus met 15%. Zo, ik heb me klaargemaakt voor het strand. Ik heb een topje aan, mijn nieuwe van de Zara. En ik heb nog hieronder een rok. Wat ik echt helemaal niet mooi bij vind passen. Maar ik ga even snel langs de Primark. Want ik heb op het moment ook helemaal geen zonnebril. Want die zit in mijn auto. En Nessim heeft mijn auto vandaag echt super dom. Maar ik heb dus geen zonnebril. En als ik geen zonnebril op heb op het strand, dan heb ik gewoon straks hoofdpijn. Dus die ga ik snel halen. En dan ga ik ook snel een korte broekje van hieronder halen. Of een andere rok. Maar ik vind dit dus echt niet mooi. Vooral niet voor het strand. Leek wel alsof ik naar een feest ga of zo. Maar dat is even voor nu. Ik ga deze tas meenemen. En dan ga ik in doen deo. En deze. Oh, ik wil jullie even laten zien wat ik heb gekocht laatst. Dit is een zonneolie van de Rituals. En eigenlijk wou ik een zonneolie halen van Kylie Cosmetics. Kylie Skin. Van haar skin collectie. En ik zag dus dat zij gewoon een zonneolie had. Met SPF 30. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook hebben. Maar ik wou niet zo lang wachten, want het is van de week natuurlijk al lekker weer. Allemaal boven de 30 graden. Dus ik ben toen naar Rituals gegaan. En toen zag ik dus ook gewoon een zonneolie.
En ook met SPF. Dus dat is echt super fijn voor nu. En hij ruikt ook nog eens lekker. Niet zo vies als die zonnecremes en zo. Die echt allemaal gaan stinken. En zo. Maar deze ruikt echt lekker. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Zo, even mezelf snel insmeren. Voordat ik ga verbranden. Want ik verbrand best wel snel met mijn huid. Maar het ruikt lekker, jongens. Echt. En je glanst gelijk zo mooi. Net bij de Primark geweest. Ze hebben echt niks. Letterlijk niks. Of het was van boven zeg maar bedekt. Maar daar heb ik niks aan als ik naar het strand ga natuurlijk. Ik dacht ik heb liever deze outfit dan dat ik gewoon iets koop om het te kopen. Want er was echt helemaal niks wat ik op het strand aan kon doen wat een beetje leuk was. En ook nog een beetje leuk zat. Dus ja, fuck it. Dus ik was in de auto en opeens ik deed mijn tas naar achter en kwam kapot hard tegen mijn ogen aan. Ik weet niet wat ik heb met mijn ogen, maar mijn lens vloog eruit. En nu zie ik aan één kant gewoon amper wat. Dus we zijn bij het Alexandrium en ik heb net lenzen gehaald. We hebben lekker lentenrollen gehaald met garnalen. Lekker gezond, heb ik echt heel lang niet gegeten. We zijn eindelijk aangekomen bij Bloemendaal en er was letterlijk nergens plek, jongens. We staan helemaal achteraan geparkeerd, maar ik ben echt zo blij dat we eindelijk zijn aangekomen. Dat we eindelijk een beetje kunnen genieten van het weer. Volgens mij moet ik weer gewoon even mijn zonneolie opsmeren, want het is alweer een paar uur geleden dat ik dat heb gedaan. En ik heb dus Nessie net gesproken aan de telefoon en toen zei ik dus dat ik geen zonnebril had. En hij zegt van, ja kijk gewoon even in mijn auto goed, want mijn zonnebril ligt daar gewoon. En dan heb ik dus een zonnebril van Nessie. Een hele lekkere, goede zonnebril. En ik ga nu eindelijk van mijn dag genieten, jongens. Woehoe! Boven de 30 graden in Nederland. Woehoe! Ik spoor niet, jongens. Outfit. Outfit. Wat doe ik? Outfit not on fleek, maar we hebben lol. God, het voelt echt als vakantie. Heerlijk dit. We zijn nu bij Bloemendaal en ik heb een heerlijke kipsalade besteld. En het weer is hier echt niet normaal lekker. Ik heb een beetje balletje. Heerlijk. Deze salade is ook echt lekker. Wij zijn nu lekker door het zand aan het lopen, want we willen dus met onze voeten daar in het water. Dat doe ik echt normaal nooit, maar het weer is zo niet normaal lekker. Jongens, ik sta eindelijk in mijn auto, krijg ik een fucking boete. Ik heb gewoon betaald, maar het systeem van betalen hier is heel anders. Want je moet dus eerst betalen en dan moet je het kaartje dus bij je voorruit neerleggen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb dus wel betaald, maar niet hier neergelegd, het kaartje. Ik heb het gewoon meegenomen. Toen kwam ik terug en had ik een boete. Ik denk, nou ja, parkeren hier is al duur genoeg. En ook nog een boete. Maar ik ga gewoon in bezwaar. Ik denk dat het wel mogelijk is. En dan hoor ik na 6 weken wel wat ervan is gekomen. En anders gewoon heel veel pech. Ik heb tenminste genoten van de zon. Hè? Mm-hmm. We hebben genoten van de zon. Ik heb heerlijk gegeten. Maar ik heb wel een boete. Maakt niet uit. Ik heb zin in een cappuccino. Jij ook? Mm.